Voor deze zangtip wil ik je graag iets vertellen over neuriën. Neuriën is het zingen met je mond gesloten, dus je lippen losjes op elkaar. En het geluid dat door je stembanden wordt gemaakt, wordt nu hoorbaar door je neus. En daardoor kun je dus ook minder volume maken dan wanneer je zou zingen. Omdat als je je mond open hebt, dan werkt je mondholte heel erg mee als resonator. En op het moment dat je neuriet, heb je je mond gesloten. En dus is je volume, het volume dat je maakt, iets minder, minder groot, hoog, luid, minder luid. Neuriën helpt je te ontspannen. En dat komt omdat de tonen resoneren in je hoofd en dat activeert bepaalde hersendelen. Dus het schijnt heel gezond te zijn om te neuriën. En weet dus ook dat op het moment dat je erg gespannen bent, dat je dan meer zou kunnen ontspannen door te neuriën. Ja. Nou, laten wij dan ook met z'n allen gaan neuriën om heerlijk in een ontspannen sfeer lekker te gaan zingen. De oefening die we gaan doen is hum. Want op de hum kun je heel goed neuriën. Je legt je lippen losjes op elkaar. En waarschijnlijk begint het een beetje te kriebelen dan, omdat de boel begint te trillen. Nou, we gaan het uitproberen. We beginnen hier. Hij gaat dan zo. Ook helemaal niet. Je kunt niet heel luid neuriën. Ik leg het net al even uit. Heerlijk rustig, zachtjes, op een ontspannen manier. En probeer alles ontspannen te houden en je lippen losjes op elkaar te doen. En ik hoop dat het je helpt ontspannen. Succes met oefenen!